Gaan jullie liken en abonneren? Ai, ai, kapitein! Ik hoor jullie niet! Ai, ai, kapitein! Hij is een levensloze YouTuber. BXDR. Hij praat elke dag tegen zijn camera. BXDR. Hij is zo achterlijk als een steen. BXDR. Hij maakt al één week domme video's. BXDR. 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 Like en abonneer. Please like en deel. Like en abonneer alsjeblieft. Dit is dag 7. Beste mensen, ik heb een nieuwe recordingplaat. Vandaag, beste mensen, kijken jullie naar een levensloze tiener, natuurlijk. Sorry dat ik een beetje hyper ben, maar ik heb een beetje te veel suiker gedronken. Ja, ik heb suiker gedronken, soort van. Ja, soort van. Ik ga het niet eens uitleggen, maar jullie begrijpen mij waarschijnlijk niet, want het kan mij niks schelen. Het is vandaag 21 graden, heb ik gezien. 21 graden. Oeh, it's getting hot in here. It's getting hot in here. Het is nog maar net 5 april. Maar ja, vandaag spelen we Take Me to a Useless Website, please. Als jullie nog een paar domme websites kennen, zeg het mij. En ja, voor de rest kan dat mij niks schelen. Ja, let's go. Yo, let's go. De allereerste website van vandaag is... Always judge a book by its cover. Sommige boeken winnen awards, sommige winnen onze hart en andere... Only serve... what the hell? Om ons te confusen. Is dit nu echt een website waar je gewoon boeken kan lezen? Ik bedoel, deze website heb ik letterlijk een paar dagen geleden, alleen een paar maanden geleden, gebruikt voor een spreekbeurt Nederlands. Oké, volgende website. Take me to another website, please. Sell me something weird or confusing, please. Oké, de useless website. Ik klikte hierop. Dan ben ik naar hier gegaan. Verkoop mij iets raar of confusing. Pet Christmas Santa Claus kostuum dog catsuit wit kap warm goat animal. 6 euro. Bij 70 likes, wat impossible is. Impossible voor jullie guys. 70 likes. En ik koop deze prachtige Pet Christmas Santa Claus kostuum dog catsuit wit warm cap animal goat cat club. Volgende website. Dat is een video. Oké, ik heb genoeg gezien. Dat was een guy die één uur lang danst met fake gitaar. Ik vind het echt leuk. Waarom zou je zelf geld betalen voor deze website? Je moet letterlijk per maand geld betalen voor een website te maken. Gaan mensen zo'n website gaan maken? Dat is wel een beetje verslavend. Take me to another website, please. Come on. Boom. Nee. Marry me with my money. Nee. Oh, day guys! Make your own website now! Betaal per maand! En je kan je eigen website runnend houden. Net zoals deze random color. Hey! Ho! Hey! Ho! Cannot tweet this. Plus dat was... Ik weet niet of dat deftig Engels was, maar... I don't think so. Oh, shit. We doen nog 5 websites. Hey, what the hell? Oh my god, warning, contains flashing images. Voor mensen die epilepsie hebben,
kijk even niet. Skip even als je epilepsie hebt of zo. Ik lach hier niet mee. Maar ik ga even doen alsof ik ecstasy heb gedaan of iets geks. Of ik ga doen alsof ik aan de LSD zit. Hebben jullie genoten van deze video? Het was de laatste video van de week. Jammer genoeg, dag 7. De week is heel snel voorbij gegaan. Oh, en ik heb nog keigoed nieuws voordat ik deze video eindig. Ik heb een video gemaakt met Ilias. De guy waar ik de 1K mee heb gehit op de video van in stad. We hebben Sunny Day gespeeld en dat is echt doodlach. En ik heb 1 uur footage. Dus die video kan tot 15 minuten duren. Kan misschien 10 minuten duren. Kan misschien 20 minuten duren. I don't know. Who knows? I don't know. It's not me. Dit was de video van vandaag. En ja, hebben jullie genoten? Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken, vergeet niet te delen. En alsjeblieft, abonneer. Want jullie weten niet hoeveel tijd ik heb gestoken om elke dag op te staan, elke nacht stressen. Altijd mijn wekker aan te zetten, zodat ik niet te laat wakker word. Altijd rekening houden met de tijd. En keiveel bewerken en urenlang bewerken voor jullie mensen. Trouwens, ik ga jullie 1 ding zeggen. Ik upload om de 2 dagen of om de 3 dagen. Ik ga nooit. Maar misschien hè. Maar ik ga gewoon nooit niet langer dan 4 dagen uploaden. Dus ja, het wordt sowieso om de 2 dagen, om de 3 dagen, om de 4 dagen. Maar ik ga sowieso... Of heel misschien, ja, heel misschien. Ik kan jullie niks beloven, maar ik zeg het jullie al. Ik doe YouTube super graag, dus ja, binnen 4 dagen ben ik weer terug of zo. Of binnen 5 dagen. Maar... Nu ga ik even echt keizwaar rusten. Dus waarschijnlijk een week rusten en niks doen voor YouTube. Want ja, het is te zien of ik YouTube mis of niet. Like, abonneer, subscribe en ik zie jullie in de volgende video. Trouwens. Wat vinden jullie van deze camerapositie? Zeg het mij in de comment. Vonden jullie de vorige leuk van, ja, een beetje schuin? Of vinden jullie deze leuk van, ja, meer mijn gezicht zo? Dat ik gewoon recht in de camera kijk zo. Zeg het mij in de comments wat jullie het leukste vonden. En ja, ik ga het voor de 3e keer zeggen. En de laatste keer, want ja, jullie weten wat ze zeggen. De 3e keer is de laatste keer. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken, vergeet niet te subscriben. Subscriben is hetzelfde als abonneren, maar dan in het Engels. En vergeet niet te commenten en te delen. Dus stel voor, jullie kennen iemand die mijn kanaal niet kent en die het echt leuk zou vinden. Stuur hem mijn kanaal door. En dan, wie weet... Zitten we morgen aan de 1000? Want stel voor, ik heb op deze video 100 views en iedereen stuurt dit kanaal door naar één iemand die mijn kanaal niet kent. En die abonneert dan. Dan hebben wij 200 abonnees bij. Gekke. Adios amigos. Ciao.